en lezers, Tom Slingsby uit Australië had een goede leiding voor het starten van de middle race. Na hem Nick Thompson uit Engeland en Matthias Del Solar uit Chili waren maar een punt verschil van elkaar. Thompson was te laat voor de start en kwam hierdoor 30 seconden later achter de rest staan. Slingsby deed het rustig aan. De jury was erg streng tijdens de race. De definitieve uitslag was eerste Tom Slingsby uit Australië, tweede Matthias Del Solar uit Chili en derde Javier Hernandez uit Spanje. In de lezerradiaal lag Marit Bouwmeester 5 punten voor op Evi van Akker voor de medal race. De medal race begon met erg veel regen. Bouwmeester was aan de leiding vanaf de start. Van Akker ging over rechts. Ze moest toch iets doen om Marit Bouwmeester voorbij te gaan. Dit pakte echter niet goed uit. De definitieve uitslag was eerste Marit Bouwmeester uit Nederland, tweede Evi van Akker uit België en derde Veronika Flinkova uit Tsjechië. In de RSX Men nam de Pool Przemek Mazinski de leiding op zijn landgenoot Piotr Miska. Met de Israëliër Nimrod Masha en de Fransman Alexandre Couillader dicht erachter. De medal race begon met weinig wind en met veel pompen. Andreas Kariolou uit Cyprus lag de hele tijd voorop. Maar bij de finish ging Przemek Mazinski uit Polen hem net voorbij. Wereldkampioen Nick Dempsey uit Engeland werd derde. De uitslag van de medaillewinnaars zijn eerste Przemek Mazinski uit Polen, tweede Nick Dempsey uit Engeland en derde Nimrod Mazia uit Israël. Bij de RSX vrouwen, Bianca Manchon uit Spanje, gaat 10 punten aan de leiding voor haar concurrent Sofia Klepacka uit Polen. Met daarna Brioni Shaw uit Engeland. Vanaf het begin zorgde Manchon ervan om dicht bij Klepacka te blijven. Wereldkampioen Marina Albao uit Spanje lag vanaf het begin tot de finish op een eerste positie. Na haar de Australische Jessica Crisp hield constant de tweede positie. De uitslag tijdens de Deltaloid Regatta in de RSX Women zijn op de eerste positie Bianca Manchon uit Spanje, tweede Sofia Klepacka uit Polen en derde Brioni Shaw uit Engeland. In de medal race Ivan Gaspik, de Kroaat, twee keer wereldkampioen, ligt 5 punten voor op Spanjaard Rafael Trujillo. Met 4 punten daarachter Zach Rayleigh uit Amerika. Met een lichte wind was Marin Mizura de leider tijdens de hele race. De definitieve plaatsen zijn eerste Ivan Gaspik uit Kroatië, tweede Rafael Trujillo uit Spanje en derde Marin Mizura uit Kroatië. In de 49er Nico Della Carta en Nico Resch uit Oostenrijk hadden 6 punten voorsprong op Nathan Outridge en Ian Jensen uit Australië. Met daarna de jonge Kiwis Peter Burling en Pete Chuk op een derde positie. De race begon met 12 tot 15 knopen en er was nog meer wind in de voorspelling tijdens deze middelrace. Bij de eerste boei lagen de medaillekandidaten in volgorde. Maar de Australiërs pakten de Oostenrijkers vlak daarna. Outridge leidde daarna naar de finish. De definitieve resultaten zijn eerste Nathan Outridge en Ian Jensen uit Australië, tweede Peter Burling en Blair Tuuk uit Nieuw-Zeeland en derde Nico Della Carta en Nico Resch uit Oostenrijk. Bij de vrouwen matchracen de nummer 1 op de wereld Lucy McGregor met haar bemanning Nikki Müller en Ellie Martin domineerde de kwalificatierondes. De andere finalisten, de Franse vrouwen Anne-Claire Lebert, Alice Ponsard en Mertil Ponch hadden het moeilijk in de kwalificaties, maar kwamen toch in de halve finale en wonnen makkelijk van de Spaanse met 3-0. De Franse vrouwen wonnen de eerste twee races, maar de Franse dames kwamen erg goed terug. Ze maakten er een 2-2 van. In de laatste beslissende race wonnen de Fransen van de Engelse dames en hierdoor wonnen zij het matchrace tijdens deze Deltaloid Regatta hier in Medemblik. De definitieve resultaten waren eerste Anne-Claire Lebert, Alice Ponsard en Mertil Ponch uit Frankrijk, tweede Lucy McGregor, Nikki Müller en Ellie Martin uit Engeland en derde Tamara Egegoyen, Sophia Turro en Angela Pumariga.